LBS, dat is 227 kilogram. En de MK82 Hydrec en de MK82 Lodrec, beide ook van 500 LBS. Deze bommen veroorzaken bij explosie, drukwerking, schokgolfwerking en scherfwerking. En deze bommen werden hoofdzakelijk gebruikt om de infrastructuur te vernietigen, zoals elektriciteitscentrales, spoorwegknooppunten, viaducten, bruggen, etc. Maar ook militaire objecten, zoals commandocentrales, hangars, het startbanenstelsel enzovoort. De MK82 heeft als kenmerk dat het een zeer slank bomlichaam heeft, wat weinig luchtweerstand geeft. Hierdoor kunnen deze bommen met grote snelheid worden vervoerd en afgeworpen. Het verschil tussen beide bommen, de Hydrec en de Lodrec, zit hem in zijn staart. Beide bommen hebben hetzelfde slanke bomlichaam, maar bij de MK82 Hydrec is voor een andere staartconstructie gekozen. Wanneer deze bom onder het toestel wegvalt, zal het achterste gedeelte van de staart openklappen, waardoor de bom wordt vertraagd. Vooral bij aanvallen op lage hoogte is het van belang om niet je eigen toestel op te blazen. De MK82 Lodrec daarentegen is een bom met een conventionele staartuitrusting. Deze bom wordt op geen enkele wijze vertraagd. De BL-755 clusterbom wijkt in zijn gedrag sterk af van de hiervoor genoemde bommen. Deze ballistische bom is opgebouwd uit 7 compartimenten met elk 21 kleine bommetjes. In totaal dus 147 kleine bommetjes, elk voorzien van een springlading en die in staat moet worden geacht door 22 mm plaatstaal heen te slaan. Wanneer deze bom wordt afgeworpen, wordt op een vooraf ingestelde hoogte de zijpanelen afgeworpen en worden de kleine bommetjes uit hun compartimenten gestoten en verstrooid. Het hoeft geen betoog dat je met deze bom een groot oppervlakte kan bestrijken. De Canadezen die hadden praktisch hetzelfde vliegtuig wat wij hadden. Alleen wij hadden er weer natuurlijk een paar aparte dingetjes werden bij ons ingebouwd. Onder andere die hike en de de-hike positie van die neusboot, die men vooruitziende er wel in wou hebben, omdat ze ooit nog eens een keer van plan waren om daar een of ander groot wapen onder de centerlijn te hangen en dan hadden ze die neusboot nodig. Maar dat wapen is nooit aangeschaft en de hele hike en de-hike is gewoon totaal overbodig geweest. Want ik kan me niet herinneren dat het ding ooit eens een keer gebruikt is, ja voor de grap. We hadden vroeger wel eens een keer een vlieger die had daar wel eens een handje van. Dan kwam hij bij ons langs taxiën en deed hij even die high positie. En deed hij weer naar beneden en deed hij weer omhoog. En dat was de manier van hem om goede dag te zeggen. Het hoofdlandingsgestel is ook vrij klassiek uitgevoerd. Daarentegen is het neuswielonderstel totaal anders, omdat deze in 2 standen geselecteerd kan worden. Namelijk in de stand de-hiked, dat is de normale stand van het neuswielonderstel. En in de stand hiked, dat is de verlengde stand van het neuswielonderstel. De neuswielpoot wordt dan 30 centimeter verlengd. Hierdoor wordt de invalshoek vergroot, waardoor het toestel vanaf een kortere baan kan opstijgen. Het hiked-systeem is bij onze Koninklijke Luchtmacht weinig toegepast, omdat wij over vliegbasis beschikten die over genoeg baanlengte beschikten. Daarnaast gaf het hiked-systeem meer slijtage en was ook verwringing van de neuswielpoot mogelijk. De NF5B beschikt niet over een hiked-systeem. Ook was het toestel in staat om vanaf het gras op te stijgen. Voor in de cockpit bij de vlieger zit een knopje op zijn stick. Als hij dat indrukte, dan kon hij met behulp van zijn voetpedalen het neuswielonderstel besturen. Wij noemen dat neuswielsturing. Even voordat de vliegtuigen de doelen bereiken, begeeft de scheidsrechter zich naar het observatiepunt. Delta,
Pitch. Pitch. Now. Naast de internal brandstoftanks kon de NF5 ook beschikken over external tanks, waaronder de centerline tanks die midden onder de romp is geplaatst. Daarnaast kon de NF5 ook nog 2 pylon tanks meenemen onder de vleugel. Deze werden altijd vervoerd aan de binnenste pylons, omdat de buitenpylons over geen brandstofsysteem beschikten. Er waren 2 configuraties, en wel de 150 US gallon brandstoftank van 569 liter en de 275 US gallon brandstoftank van 1042 liter. Deze laatste werden binnen de luchtmacht Lange Jannen genoemd. Deze dienden hoofdzakelijk voor de lange afstand, zoals een trip naar Griekenland of een trip naar Noorwegen. Operationeel gezien gaat het natuurlijk wel ten koste van je bewapening. De patrolboom van de NF5A is voor op de neus geplaatst. Daardoor heeft de neus meer een puntige neusvorm. De pitotboom van de NF5B is bovenop de neussectie geplaatst. Daarom heeft hij meer de vorm van een dolfijnenneusje. Voor in die buis, in die boom, daar zit een rond gaatje. Door stuwdruk krijgt de vlieger een indicatie op zijn instrumenten van zijn luchtsnelheid. Daarnaast zitten voorop die boom nog een paar kleine gaatjes aan de zijkanten en deze geeft een statische druk. En hierbij krijgt de vlieger een indicatie voor zijn hoogtemeter, stijgsnelheidmeter en voor zijn airspeed. Tijdens de vlucht dan is de pitotboom verwarmd om eventuele ijsafzetting te voorkomen. Het was zeker belangrijk dat de NF5 over een shaft flare dispenser beschikte. Deze AN-ALE-40N shaft flare dispenser werden meestal aan de zijkanten van de romp geplaatst. In deze payloadbloks kunnen 30 shaftpatronen of cartridges of 30 flares worden geplaatst. Het systeem heeft tot taak het toestel te beschermen tegen radaraanstraling, shaft, valse echo en tegen infraroodraketten. Dan krijgt men dus weer warmtebron flare. Een shaftpatroon bestaat uit 3 miljoen draadjes van glasvezel, voorzien van een aluminium coating. Wanneer deze patroon wordt afgevuurd, ontstaat er een wolk van aluminium, zodat de vijandelijke radar wordt gestoord. Het flaresysteem werkt ongeveer op dezelfde wijze. Wanneer een flarepatroon wordt afgevuurd, ontstaat er een nieuwe warmtebron die zo intensief is dat deze het toestel zal verlaten en zich zal richten op de nieuwe warmtebron. Het ligt aan de dreiging hoeveel flares men moet afschieten per tijdseenheid. Een van de eisen die de Koninklijke Luchtmacht ook nog eiste, was de plaatsing van een arresterhoek. Dit is een laatste redmiddel voor de vlieger op de landingsbaan in noodsituaties. Wanneer de vlieger, door wat van oorzaak ook, deze arresterhoek naar beneden moet selecteren, wordt deze onder grote veerdruk tegen het beton aangedrukt. Op het einde van de landingsbaan is een kabel gespannen. De hoek grijpt deze kabel en dan wordt het toestel hydraulisch gedempt tot stilstand gebracht. De snelheid waarbij dit nog mag gebeuren voor de vlieger is ongeveer 260 tot 280 km per uur. Het is ongeveer hetzelfde principe als aan boord van vliegdekschepen. De functie van de dragchute is om de landingsuitloop van het toestel te verkorten. Vooral onder slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs op de landingsbaan, is het van belang dat het toestel een zo kort mogelijke baan gebruikt. De snelheid waarbij de vlieger de dragchute mag gebruiken
ligt tussen de 130 en de 280 km per uur. De absolute maximumsnelheid is 305 km per uur. Wanneer de vlieger de dragchute selecteert, gaat er een deurtje open in het chutecompartiment en wordt een kleine chute middels grote veerdruk uit het chutecompartiment gestoten. Deze ontplooit zich en trekt door de luchtstroom de hoofdchute naar buiten, waardoor het toestel sterk wordt afgeremd. Meestal op het einde van de startbaan wordt de dragchute afgeworpen. Deze worden opgeraapt door mensen van de parasectie, geïnspecteerd en weer geschikt gemaakt voor een volgende vlucht. De Roller Map zit in de cockpit. Hier linksvoor is die geïnstalleerd. En dat heeft dus een bepaalde breedte en een cursor, oftewel een aanwijs, waar je dus op een positie bent terwijl je dus aan het vliegen bent. Anders, als we geen Roller Map hebben, hebben we een landkaart. Dat betekent dat ik dus ergens een bepaalde gedeelte van mijn manoeuvres in mijn cockpit dus bezig ben om een landkaart te bestuderen. Ik moet hem in de hand hebben. Nu heb ik dat allemaal geprojecteerd voor mij. En het is een systeem wat uniek is in de NATO, dacht ik. Dat alleen de NF5 dit geheel had. En het is fantastisch. Je kunt er dus zeg maar een lagere hoogte mee vliegen als dat je zou durven met een handkaart in de hand. De K3001 die is in Canada gebruikt om het vliegtuig te certificeren. Ja? Daar hebben ze allerlei proeven mee gedaan en allerlei testapparatuur ingebouwd. Nou, de Nederlanders die hadden nog wel wat meer noten op de zang wat betreft het vliegtuig. En toen hebben ze dus in Nederland hebben ze de 3001 zo van de Canadezen overgenomen als testkist. En ze is men in Nederland zelf een eigen testgroep begonnen met medewerking van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en met Fokker ook samen. Hebben ze dat opgebouwd om diverse dingen nog te certificeren. Maar TACAN staat voor Tactical Air Navigation en dat is een hulpmiddel bij het navigeren. Het ontvangt informatie van een geselecteerd baken en bepaalt mede hierdoor zijn juiste positie en zijn juiste afstand. Achter de TACAN-installatie zit je UAF-IFF-antenne. UAF staat voor Ultra High Frequency en deze zorgt voor alle radiocommunicatie. IFF, Identification Friend of Foe, deze maakt het mogelijk om bevriende toestellen van vijandelijke toestellen te onderscheiden. Ik zie het zo dat met mijn weinige ervaring in die tijd waarop ik op de NF5 begon, vond ik het een fantastisch mooi vliegtuig. Ik vond hem ook mooi om te zien en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Het was wel wat kleiner en daardoor minder wapens om heel effectief in te zetten in één vlucht. Dus je moest vaak wel of meerdere toestellen tegelijk voor hetzelfde doel inzetten of meerdere vluchten maken. Maar voor de rest vond ik het een prima toestel. Alleen als je het vergelijkt met wat er tegenwoordig is, er waren veel onnauwkeurigheden die je als vlieger moest compenseren, wilde je een wapen precies op een doel krijgen. De variabelen waren behoorlijk groot. En ik vond dat die een stuk beter manoeuvreerde dan een 104. En dat wil zeggen met snelheden, zeg maar vanaf zo'n 400 knopen, kon hij behoorlijk goed draaien. En ik heb wel eens in luchtgevechten gezeten met andere type toestellen, niet zijn de 104, die goed konden draaien. Nou, die NF5 kon ze gewoon bijhouden als je de snelheid er maar op hield. En dat kon hij ook met het grootste gemak.
Aan de andere kant, de manier waarop wij vlogen in Nederland met de NF5, wilde eigenlijk altijd zeggen dat er 4 pylons onder zaten. En vaak 2 wingtanks en een centerline en soms wel van die hele grote wingtanks. Nou, als die hele grote wingtanks eronder zaten, dan was het een ander verhaal, vind ik zelf. Dan werd het een beetje log. Nou, formatievliegen, we praten dus over close formatie, dat is dicht bij elkaar. Daar was het dus een ideaal vliegtuig voor. Het was een vliegtuig wat heel erg goed en betrouwbaar te manoeuvreren was. Je had 2 motoren en dan is het dus ook veel makkelijker af te stellen als dat je 1 motor hebt. Als je praat over battlevliegen, oftewel gevechtsvliegen dus uit elkaar, dan is de NF5 maar een klein vliegtuigje. Dus als je dus wat verder uit elkaar vliegt, vooral op lage hoogte, dan is het dus echt goed kijken van waar is de andere. We hadden dus een zwaailicht achter in de staart, wat we dus altijd aan hadden in dit geval. Maar ook weer met laag vliegen, als je dus laag gevechts vliegt, door die roller map konden we eventueel lager als andere vliegtuigen vliegen. En dan komt dan echt die gezichtsbeperking om elkaar in de gaten te houden, toch wel om de hoek kijken. Nou, dat was, dat vond ik verdomd leuk. Want vooral met open dagen, hè, dan had je een soort carte blanche, zeg maar. Ik was een van de eerste die een eigen programma en ik had vroeger wel in stuntteams gezeten. Nou, en ik vond altijd, zeg maar, op zo'n dag dat zo'n looping, hè, een loop, die, dan ging je tot 7.000, 8.000 voet. Nou, dan zitten de mensen in de zon te kijken en heb je eigenlijk niks aan. Nou, deze NF5, als je zeg maar, daar kon je een Q1H mee uitvoeren. Dat was een halve loop. En een halve rol. En als je zeg maar, daar laag over de baan met 450 knopen begon en je trok 6G. En dan was soms de top maar 2100 voet, maar 700 meter. En dan rol die uit weer naar de baan en dan maak je een 360 bocht. In die tijd dat was nog niet verboden over het publiek. Hè? En dan vooral in de afterburner. En dan maak je daarna weer een Q&A. En dan na die Q&A, na een wing over, dan maak je de knife edge. Dat was dus dat je een hoek verticaal over de baan kwam. En dan deed je hem met je voetenstuur, hield je hem dus op hoogte. En het belangrijkste was dat je een center tank moest hebben, want anders ging dat niet. Dat, die gaf toch zoveel lift dat je dus zeg maar 30, 40 voet over de baan kon scheren. Nou, en dan was ook de bedoeling, als je kwam landen, ja, dan met dragshoot, dat je zo kort mogelijk kon landen. Hè? Dat eigenlijk de rook van de band afkwam. Nou, de motoren, we praten dus over motoren. We hebben 2 motoren. Dat geeft allereerst een veiligheidsaspect, als er eentje uitvalt. Dan de stuwkracht. De stuwkracht met naverbrander, die we dus er ook bij hebben, is net voldoende. De stuwkracht is dus niet om extra manoeuvres te doen. Daar is het vliegtuig eigenlijk ook niet voor ontworpen. Ik vond het een heel prettig vliegtuig. Grote cockpit. Alle schakelaars, metertjes en instrumenten goed in het zicht, goed afleesbaar. En je hoefde je niet in een bocht te wringen om je comfortabel te voelen in die cockpit. Het zicht was goed. Natuurlijk niet te vergelijken met de F-16, want die heeft echt een bubbelcanopy waar je op het vliegtuig zit, als het ware. Maar voor het ouderwetse type vliegtuig met zo'n type canopy vond ik het zicht behoorlijk goed. En ik vond het een heel prettig vliegtuig om in te vliegen. Je kon er alles mee, alleen net zoals met een Italiaanse sportwagen. Je moest hem wel op toeren houden. Oftewel, snelheid was heel belangrijk.
Je moest zorgen dat je genoeg energie had in je snelheid. En dan kon je er alles mee doen. Men noemde een F5 altijd een dinky toy, omdat het klein was. Maar de meeste vliegers van grotere vliegtuigen, grofstoffelijker vliegtuigen zoals F-15's, F-4's, Starfighters, die groot waren, die waren een beetje benauwd voor een F-5, want ze konden hem niet zien. Het rookte niet en het was bijna onzichtbaar. Dus ze moesten het vaak hebben van hun van jou spotten op hun radar en daarna het visuele werk gaan doen. En ze waren behoorlijk benauwd, als je met twee F-5's kwam, waren ze behoorlijk benauwd dat je ze in de tank kon nemen. Want ze misten er meestal een van de twee. En die zagen ze gewoon niet. Terwijl de andere type vliegtuigen, met name die met de motoren die in de Phantom zaten, die rookten zo ongelooflijk sterk, dat je ze al, je kon ze makkelijk in het oog houden. En daar waren andere vliegtuigen, andere vliegers waren daar een beetje benauwd voor. Die indruk had ik als we met ze spraken erover. Als het gaat over het close formatie vliegen op zich, nou, ik kreeg daar persoonlijk een ongelofelijke kick van. Want het is zo mooi om met drie vliegtuigen tegelijk te starten, van dezelfde baan, en ook met drie vliegtuigen tegelijk een formatielanding te doen, tot en met het trekken van je remparachute en het afdraaien van de baan. En dat, ik vond het zwaar werk, in die zin, het is, het vereist een hoge mate van concentratie. Maar de beloning krijg je wel gelijk, want je ziet zelf dat het goed gaat. Dus als je van zo'n tripje terugkwam, dat had dan een uur geduurd of een uur en 10 minuten, dan had je ook echt een heel goed gevoel. En dan kon het wel zijn dat je in de tijd dat je formatie had gevlogen, gedeeltelijk in de bewolking had gezeten en gedeeltelijk in de prachtige blauwe lucht, waarbij het blinde vertrouwen dat je moet hebben in je formatieleider, dat geeft ook een apart gevoel. Dat je weet dat die persoon doet waar die voor is opgeleid en een verantwoordelijkheid meekrijgt om een formatie te leiden die ook aan kan. En dat vond ik erg prettig. En ik vond de NF5 om formatie mee te vliegen een heel fijn vliegtuig. Qua techniek betreft schokken wij een klein beetje, want wij zeiden wel, in plaats van dat de techniek vooruit gaat met het nieuwe vliegtuig, maar die de vliegtuigen werd steeds moderner, want de 104 bijvoorbeeld ten opzichte van de Sabre, de kaasjaren die we hebben gehad, was de 104 in één keer een heel modern vliegtuig met alle snufjes erop en eraan. En toen kregen we de NF5, toen zeiden we, dat is feitelijk qua techniek een achteruitgang. Want de 104, dat was één computer, al computer. En de F5, die had niet zo gek veel elektronica aan boord. Dus wat dat betreft was het weer een beetje een achteruitgang. Maar qua vliegtuig op zich was het een heel leuk vliegtuig om mee te vliegen en ook te laten vliegen. En hij was bijzonder betrouwbaar. Ja, het waren perfecte motoren voor de toepassing in zo'n vliegtuig. We hadden natuurlijk voorbeelden van de F5 in Amerika, de Talon, de T-38. Daar zat een soort gelijke motor in. Maar voor onze toepassing werd gevraagd om een motor te hebben met meer stuwdruk. En dat hebben ze dus kunnen presteren om in een Dash 15 verdere modificatie van de basismotor, dat die meer stuurdruk kon leveren. Speciaal om natuurlijk kortere starts te kunnen maken, zeker in zwaardere configuraties. En ook voor het gebruik in de lucht met luchtgevechten kon je daar dus toch heel goed mee overweg. Wij zeiden toen we deze vliegtuig kregen en we bekeken deze motoren die erin lagen ten opzichte van de 104. Toen zeiden we, god, er zijn net twee stofzuigers die erin liggen. Maar het waren twee hele schitterende, qua techniek, hele mooie motortjes. Met zeer betrouwbaar zelfs. Het enige was dat deze motoren een beetje fotgevoelig waren.
En dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van de compressor en de turbinebladen die erop zaten. Die waren allemaal voor zulke kleine blaadjes en vrij dun. Dus als daar bij wijze van spreken een keer een vogeltje in de inlaat kwam, dan had je al gelijk een flinke beschadiging op je compressor. En wat dan weer doorslaat naar achter op je turbine. En dan had je de boel kapot en dan moet je een motortje trekken, zeiden wij altijd. Want daar waren we helemaal los op het uitbouwen van motoren. Want dat, omdat het allemaal vrij licht was, ging dat toch vrij gemakkelijk. En op plaats, je had bepaalde monteurs die daar helemaal los op waren om even zo'n motor uit te bouwen, dat stelde niks meer voor. Het feit dat ik twee keer een motorstoring heb gekregen met de Starfighter en er dus twee keer uit ben gemoeten, had alles te maken met het feit dat het één motor had. Aangezien de NF5 er twee had, ik heb wel eens een motorstoring gehad en de motor moeten afzetten. Maar dan was er nog geen man overboord, want je bracht het gewoon veilig naar huis. Want je had altijd nog één motor over om een veilige landing te kunnen maken. En dat vind ik het grote voordeel van een meermotorig vliegtuig. Want kijk maar naar de ongevallen statistieken van NF5's. Nou, die was toch fantastisch. De getallen die spreken dus vanzelf dat wij dus weinig ongevallen gehad hebben met de NF5. En dat is allereerst de twee motoren. En dan een zeer goede supervisie in die tijd. Supervisie dat men dus een gedegen instructie kreeg en ook goed begeleid werd. En dat heeft het ongevallenratio echt laag gehouden. He, valt er eentje uit, dan kan de andere blijven draaien. En die kan zelfs weer die uitgevallen motor helpen opstarten. Dus je hebt daar een hele grote safety factor ingebouwd, meegekocht. En dat betekent ook dat wij over al die jaren heen, 21 kisten verloren. En dat een ongevallenratio heeft gemaakt, of een verliesratio heeft opgeleverd van 17e per 10.000 vlieguren. En dat is in de luchtmacht met welk ander vliegtuigtype nog niet vertoond geweest. Het lijkt klein, dus daardoor lijkt het alsof het niet kan. Maar het is gebleken dat het juist heel goed is gekomen met dit vliegtuig. En ik denk dat dit geld wat daarin is gestoken, en dat was toen in die tijd 600 miljoen, en er is me wel wat overheen gegaan, maar ook met de mogelijkheden die er toen waren voor een deel van de compensatie te vinden in werk voor Fokker, en andere fabrieken in Nederland, dan zeg je, daar heeft ook de industrie duidelijk zijn voordeel bij gehad. Want na de 104-productie lag het ook qua industrie hier in Nederland, lag het stil. Dus op die manier hebben Canada en Nederland daar beide van kunnen profiteren. Twente ken ik een beetje en Gilserijen ken ik een beetje. Eindhoven ken ik het beste, maar ik moet wel zeggen, daar was een hele plezierige Brabantse mentaliteit. En dan bedoel ik ermee dat er wel goed gewerkt werd, maar de manier waarop we met elkaar omgingen. Officieren, onderofficieren, mensen die in een vliegtuig zaten en technische dienstmensen. Het mixte helemaal met elkaar en door elkaar. En vooral de taak die we hadden, en dus vooral die oefening op Vlieland, op de Schelling met bommen en raketten en guns. Ja, dat. Dat gaf toch satisfactie, hè, voor je werk en zo. Ja. En dat was ook eigenlijk een hele goede kist, zeg maar, voor instrumentvliegen. Hè. Het is bekend dat de NF5
Die kon nooit in de spin. Dat ging niet, behalve dat eventueel met een raket zijdelings. Maar hij had wel een manoeuvre die heette de tumble. En dan was een, als je dan verticaal omhoog trok, dan haalde je gas terug naar 92%. En dan viel die als een soort blad. Nou, en als jij probeerde zeg maar, uit die tumble te komen, dan lukte dat niet. Dan moest je alles loslaten. Dan ging die uit zichzelf, recoverde die zich. Nou, en als je dat de eerste keer deed bij vliegers, nou, die vonden het niet zo leuk natuurlijk. Hè? Maar het gaf wel vertrouwen, laten we het zo zeggen. Ja, en ik vond het echt een prettig vliegtuig om aan te werken, ja. Alleen het was wel bewerkelijk natuurlijk met waar je altijd mee zat, Hannes, met corrosie en al die dingen meer. Maar voor de rest was het een zeer prettig vliegtuig, vond ik, om aan te werken. Samenvattend kunnen we concluderen dat de NF5 nooit zo'n opzienbarend toestel is geweest als bijvoorbeeld de F-104 Starfighter en de F-16 in deze periode. Dit kwam voornamelijk vanwege zijn klein conventioneel uiterlijk en zijn minder spectaculaire prestaties. Hiermee werd het toestel eigenlijk onrecht aangedaan, want deze lichtgewichtjager heeft uitstekend voldaan in zowel in de ground attack als mede in de air defense rol. Maar ook, en dat wordt heel vaak vergeten, als trainer voor de voortgezette vliegopleiding. Als je zegt van, hoe was dat nou qua kosten ten opzichte van andere vliegtuigen? En dan hebben we dat dus vergeleken met de F5 en de 104. En dan blijkt dus dat eigenlijk in het onderhoud, eerste lijns onderhoud, tweede lijns onderhoud, depot, reparatiedelen, dat voor de F5 duurder was. Maar als je dan gaat kijken, het operationele gebruik, brandstofverbruik erbij, dan blijkt dus dat dit vliegtuig met zijn twee motoren toch veel goedkoper was in brandstofverbruik. En dat maakte dat in het totale kostenplaatje over de hele levensduur heen, dat het vliegtuig qua vlieguren 10% goedkoper was dan de 104. En dan zeg je toch van, als je dat allemaal nu nog eens kunt narekenen, dan is dat helemaal geen slechte keus geweest. Het lag meer, niet eens zozeer aan de vooropleiding, maar wat voor idee had de man om jachtvlieger te worden. En je ziet dus ook dat op het moment dat er naar geschikte vliegtuigen wordt gezocht, er ook uitdrukkelijk naar Groot-Brittannië wordt gekeken. Toen heeft hij een hele partij van die remblokjes heeft hij ergens achterover gedrukt, zal ik me stellen. En toen kwamen wij aan Leeuwarden en dan werden die dingen op magazijn opgeslagen en we mochten er niet meer aankomen. En dan kreeg de man achterin die bak, het was zo benauwd van de wind en die klapte hem op zijn kop. Zei, terug! En dan werd het gas dichtgetrokken en dan moest er geremd worden. Dat was alle instructie die gegeven werd. Gevolg
een enorme vlam hier uit de uitlaat. Veel lawaai, veel gebrom en gebulder. En zei Goof, zo steek je nou een straalmotor aan. Ik riep dus een technische man erbij, want daar zat zo'n scheurtje. En ik zei, kijk eens, daar zit een scheurtje wat niet afgeboord is. En hij keek er zo eens even naar en zei toen, ga er maar lekker mee vliegen, sergeant. Die vleugel blijft er wel aan zitten, die valt er echt niet af. En je ziet dus dat er in Nederland drie vliegbasis worden aangewezen. Twente, Leeuwarden en Soesterberg. En voor het eerst hadden wij een ontsnappingsmogelijkheid uit een vliegtuig. Tot die tijd hadden we dat niet. Toen was het maar, godzegen de greep, ik klim eroverheen en ik hoop dat ik niks raak. Dus naar huis vliegend was het altijd de gewoonte om zo lang mogelijk hoog te blijven. En dan pas boven de basis zo steil mogelijk naar beneden te gaan. Alles ging met borgdraad. Je boorde ergens een gaatje in, je boorde daar weer een gaatje in, het draadje er tegengesteld borgen. Zodat alles vasttrekkend geborgd stond. Met één motor vliegen, dat is goed gegaan, dat liep bijna uit de hand. En toen zei hij tegen me, ik hoorde hem nog zeggen, Willem, zei hij, zo moest het niet helemaal. Maar ik vrees dat je zelf ook wat uit moet zoeken. Je vloog laag en de radar was in die tijd niet zoals tegenwoordig. Meestal als je vertrokken was van het veld, dan was je weg en niemand wist waar je uithing. En ze waren ook wel eens bereid af en toe wat risico's te nemen, die je wel moest nemen, wilde je je doel bereiken. In technische zin, en zeker in het begin, was het echt een slechte motor. Dus we hadden ook een speciale manier van navigeren, dat was gewoon met een vingertje op de kaart. Want de snelheden die je normaal had, ik noem maar iets van 360 knopen per uur, dus dat gaat dus vrij snel. Eigenlijk was dat het einde voor een knul van 22 of 23. Daar kon je echt in uitleven en dat deed dan ook iedereen. Het betekent dat we een nieuwe methode van bommen gooien hadden. Dat is Low Altitude Bombing System. Bij die 72 zijn 31 vliegers om het leven gekomen. 19 zijn er naar Turkije gegaan. 18 naar de Griekse luchtmacht. Nou, en dat geeft dan een totaal van 180 kisten. En hiermee kun je dus precies zeggen, oké, met die snelheid en 30 graden bocht, dan vlieg ik deze bocht. Dien ten gevolge waren dus de verhoudingen tussen de twee groepen, grondpersoneel en vliegend personeel, heel erg goed. En vooral bij bewegingen waarbij je formatieveranderingen kreeg, waarbij je dus eens van positie verschoven onderling. En het moest ook goed uitvoerbaar zijn, want anders werd het gevaarlijk. Prachtig vliegtuig, esthetisch voldeed hij aan alle maten. Een groot voordeel van een wat kleinere cockpit is dat je als je omkijkt niet eerst door een heleboel gebogen troep moet kijken. We weten wat een radar is, maar de enige functie was afstandmeting, verder niets. De accu's die in het vliegtuig moesten, konden daarvoor net achter het neuswiel. Als je eruit wil en dit ding vliegt heel snel, dat je die staart niet meer kunt missen. Als je aan oud-techneuten van een Hunter ook het woord Hunter laat horen, dan krijgen ze meteen weer pijn in hun rug en kramp in hun handen en pijn in hun schouders en zo. De latere Hunter-versie, de F6, deed daar nog een schepje bovenop, dankzij zwaarder.